Dames en heren, er is vanavond een buitengewone journalist neergeschoten. Een moedig en kritisch man. En dat is een zwarte dag. Niet alleen voor al die mensen voor wie Peter R. de Vries naast en dierbaar was of die hem kende, maar ook voor onze persvrijheid. Nederland is een land waar we echt gewoon altijd willen dat journalisten in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen wat gedaan moet worden. En die vrijheid is vanavond hevig aangetast. En dat raakt journalisten, maar het beschadigt onze samenleving. De politie zet alles op alles om de daders te vinden. Er wordt natuurlijk gespeculeerd naar de daders, naar de toedracht, naar alle omstandigheden. Maar we zullen er alles aan doen om alle feiten hier boven water te krijgen. Het kabinet zit ondertussen in nauw contact met de Amsterdamse driehoek. En laten we de politie nu ook echt goed dat onderzoek doen. En als er dingen te melden zijn, dan zullen die ook echt gemeld worden. En laten we nu vooral zijn. Die man, die vecht voor zijn leven.